Ik doe dit nooit meer. Bro, ik val bijna flauw van de stress, man. Ik zag in mijn video, yo, ho, ho, 7:30, mijn channel. Yo, de video was niet eens klaar om 7:30. Ik was hier aan het editen. Ik pak een dikke scoop G-fuel. Ik zit hier te editen, 3 video's tegelijk. Ik bedoel, die video is net klaar. Die video is net klaar, bro. Ik heb nog niet eens gechapt. Ik heb nog niet eens gehad. I'm gonna pass the fuck out. Bij mijn bestelling hebben de mensen een blaadje gestoken. Met daar op een foto van de imitatie. Maar daarbij, hi Ace. Bedankt weer voor dit order. Er staat inderdaad dit order. Ik bestel enkel bij de meest professionele mensen, zoals jullie kunnen zien. We hebben 1 Champions Pad box. Dan hebben we nog 1. Dan hebben we nog 1. Yes. Dus hier hebben we er al 3. Daar zitten er elke keer 10 boosters in. Ik haat dit, om dit hier uit te nemen, man. Ik heb er zo al een paar gehad. Oh. Check die packs. Check. Als er hier een zieke kaart is, kijk hier naar. Bro, het is alsof dit in iemand zijn anus heeft gezet. Check hier naar. Als er daar een nice kaart is, zit, wat de fuck moet ik daar dan mee doen? Heel die top is geplooid. Ik zei het, die ballen. Niet lid, man. Ah, niet lid. Er zitten hier altijd 3 random packs in. Oeh. Dat is wel mooi. Pretty. Ik heb nog nooit een Japans Pokémon kaart ding geopend. Het is mijn allereerste Japanese pack. Check hoe cool dat die aard is, man. Ik weet, denk ik, hoe je dit moet doen. Ik denk dat dit gewoon 1 naar voren is. Denk ik. Ik heb veel Max Mofo gehad. Ik denk dat 1 naar. Check die achterkant ook. Oké. Okay. Oh, heb ik het verkeerd gedaan? Is dit al mijn rare? Oh, fucking no. Misschien heb ik het verkeerd gedaan. We hebben hier een Diglett. Ja, ik denk dat ik het verkeerd gedaan heb. Purleon. Hyflooide. Inkas. The Ninetales. Oh, oké. Okay. Het was niet juist, maar het was ook niet verkeerd. We hebben hier een Tornadus, denk ik. Porygon Z. Wow! Oh, in de eerste pack! Oké, okay, de Japanese version. En dat zijn veel meer gehaald dan ik heb het niet juist gedaan, maar... Woe! Eerste pack, man. Check hoe cool. Het is mooi, man. Eerste kaart. Yeah, boy. Oké, okay, we moeten hierna nog 1 pack doen, Ultra Prism. En dan beginnen we aan de 30 packs. Champions pack. Let's go. Timerbal. Hiermee heb ik Dialga gevangen in mijn allereerste platinum. Ultra Ball, Psyduck, Bounce Sweet, Lilip, Dratini, Wingo, Pinsir. Ik weet niet of ik iets zie blinken aan de achterkant. Dan welke set is dit? Wat is dit? Ik ben zelf verhaald wat ik aan het open doen ben. Sun and Moon, base set waarschijnlijk. Next card. Oef. Oeh, dat is mijn favoriete evolution, man. Oef. Ik vond alleen in de tijd dat ze die omrandingen deden, zo met die dubbele zwarte lijn, dat vond ik niet zo nice. Deze kaart is good. Mooi. Ik heb denk ik hier... Legt hier ook gewoon naast. Niet eens klaargelegd. Ik heb Umbreon GX. Rainbow. This is nice, man. Wow. Big. Mooi. Pretty. We beginnen aan de big opening. De big opening. 30 packs. Champions Path! Deze vier wil ik, man. Dus hebben we de Big Ass Rainbow Rare Charizard, die hier voor 410 staat. Dan hebben we hier de Big Black Shiny Charizard, die hier voor 400 staat. Dan hebben we hier Rainbow Rare Gardevoir VMAX. En deze set is I. Snap je, die Lucario wil ik eigenlijk ook wel, man. I'll take the Lucario, yes. De achterreden waarom we dit aan het open doen zijn, is voor de fucking Charizard, man. Let's go! De eerste pack gaat moeilijk openen. Let's go! Let's go! Malamar, Rotom Fong, Purleon, Slizzle, Fuyu, Trubbish, Clarion 62, Sonia. Woo!
banger. We hebben hier een Galarian Cursola. Oh, in de eerste pack, man. Gelijk al een bang. Let's get it. De vorige keer had ik geen geluk met Champions Pet. Nu begin ik weer gewoon direct met fire, man. Gelijk. Gelijk vurig. Dit is een goede intro, man. We hebben 30 packs. Ik denk dat de kans 1 op fucking 1000 is dat je die Charizard poelt. Stel je voor dat ik hem poel. Gewoon beeld je even in. Ik was daarnet aan het denken toen ik mijn video aan het editen was van... Imagine dat ik hem poel. Imagine dat ik die Charizard trek. Dit is niet het enige doel van deze... Dat is het wel. Het enige doel van deze video is die Charizard. En het is enkel die Charizard dat ik wil, man. Oh, maar... Suspicious footer. Hatrim. Galarian Zigzagoon. Rollicoli. Trubbish. Vulpix. Swablu. Absol. We don't be back to backs. Back to backs. Back to backs. Wat is dat dik? Die Wailord is bijna groter dan die kaart, man. Als je hem trekt, zou je die dan? No way. Tuurlijk stel ik die niet. Back to backs. Twee packs geopend. Twee zieke kaarten, man. Ik heb mensen duizenden packs zien open doen van Champions Pet zonder dat ze iets van die Charizard gezien hadden. Maar ik heb een gevoel, man. Ik heb een gevoel. Pierce. Bedair. Leopard. Pokeball. Ik wist niet eens dat er hier een kaart van was, man. Van de standaard Pokémonbal. Kakuna. Swablu. Weedle. Rockruff. De Bange Hondje Show. Kaboe en op het einde... Bij je Holo Altaria. Ik ga het nu al even zeggen. Het ding van Champions Pet is, er zit hier geen normale kaart in. Je laatste kaart is guaranteed een Holo of beter. Snap je? Er zit geen niet blinkende kaart in. Dus nu hebben we Holo Altaria. Er gaat nooit iets aan de achterkant zitten die niet blinkt. Maar aan de achterkant moet er gewoon een Charizard zitten, snap je? Er moet een Charizard zitten. Oh. No, dat heb ik volledig opgefuckt. Wow, de eerste fuck-up pack. De eerste fuck-up pack. Let's go. Ja. Het is toch menselijk? No problem. Ja, wacht maar tot ik de Charizard pool. Dan ga je horen wat dat wild animal is. Trubbish. Full heal. Oh, ik zie iets blinken aan de achterkant. Denk. Full heal. Slizzlepeed. Purleen. Ik weet niet of het dit was dat ik zag blinken, maar ik denk het niet. Oh, Weedle. Dreadnought V. Another banger. Dan hadden we nog Leaf Energy, Pokémon Center Lady, Teamio, Grunt en Victini. Another one! Deze van de 4 packs, 3 rares. Galarian Grisola V, Wailord V. Ik heb nu al betere pools dan de vorige keer. We hebben nog maar 4 packs op al dan. Let's go! Ik vraag me nog steeds af wat dit dan is. Soms zit er, in sommige packs zit er zo... Holo Energy card. Het is wel chill om zo achter je... telefoon te stijken of zo. Die zitten daar mooi, man. I just get it. Beedrill. Rotom Bike. Hyper Potion. Rockruff. Vulpix. Dat is mooi, man. Deze kaart is zo mooi. Really like the color scheme on this one. Potion. Full heal. Rockeroli. I'll take it, man. Holo Fire Energy. En op het einde. Woehoe! Dreadlon V. Let's go, weer zo in. Duraludon V. Ik weet niet wie dit is of wat dit is. But another one. Another one. Big wins today. Vette kaarten. Ja, man. Echt. Ik dacht, ik ga zo unlucky zijn met Champions Pet. But we picking good. Ik denk dat ik serieus een mental breakdown ga doen als ik hem niet pack. Weet je, dat ik daarnet al dacht van, ik ga hem sowieso hebben. Het maakt niet uit welke van de twee. Ik ga hem packen. Als ik hem niet pack. Als ik hem niet pack. Als ik hem niet... Ik zweer het. Het gaat niet goed gaan met mij als ik hem niet pack, man. We hebben geen dikke Pikachu gepackt. We hebben geen dikke Charizard gepackt de vorige keer. Het moet nu zijn. Het moet nu zijn. Het moet nu zijn. Please. Please. In deze opening. Please. Ik vraag niet veel. Ik vraag niet veel. Leopard. Suspicious Footin. Pokémon Center Lady. Machop. Sizzlepeed. Pokémon Ball, Weedle, Kakuna, Sharpedo en op het einde Holo Zygarde. Nog steeds geen dubbel, maar als ik hem niet pull, ik denk dat het echt niet goed gaat gaan met mij. Ik denk dat ik dat gewoon direct opnieuw 3 zo'n fucking dozen bestel. Het moet! Het moet! Mensen zeggen allemaal dat ik geen kindermerk kan krijgen nu. Ik denk dat mijn ballen wel oké zijn, hoor. Ik denk serieus dat mijn ballen oké zijn. Like, moet ik even die video terugtonen? Check. We dissecten even deze video, ja. Hier lijkt het dus inderdaad alsof ik met mijn ballen recht op de rail ga vallen. Maar... omdat ik
Bro, omdat ik de alpha male ben, ja. Omdat ik de leader ben. Omdat ik de beast ben. Zie je deze voet toch? Je ziet deze voet naar de grond gaan. Dat is pro tactics, ja. Dat is mijn hoofd die zei, je gaat nu die voet op de grond zetten. Je gaat niet met je twee benen in de lucht. Maar je ballen full catch, je gaat één been naar beneden smijten. Ik kan niet recht staan op die rail. Vanaf dat ik recht sta op die rail, zeg ik hem ook. Dus wat doe ik? Ik versmijt mijn lichaamsgewicht allemaal op mijn rechterbeen, ja. Ik kom met die been op de grond. Ik kom met rechts op de grond. Waardoor dat ik lift. Je ziet het, die balk zit op mijn been. Like, dat heeft pijn gedaan aan mijn ballen. Ik heb mijn ballen pijn gedaan, sowieso. Het voelde niet chill. Maar zoals je ziet, ik stuiter hier op mijn been. Doordat ik mijn voet heb neergezet, zeik ik hem niet. Maar doe ik een kraanlift ofzo. Het is gelukkig dat ik hier mijn fucking bekken niet gebroken heb ofzo. En dan val ik. Maar dit was een clean bail. Dit was, je kan zeggen wat je wil, dit was een hele clean fucking bail. En daardoor, like, mijn ballen doen pijn. Of course. Die hebben wel een klapje gekregen. Maar de grootste klap is gevangen door mijn been. Snap je? Mijn been heeft de paal opgevangen. Dus dit had letterlijk... Dit hadden mijn ballen kunnen zijn. Maar mijn been heeft de hele plat van de paal opgehof. So stop saying I can't have any kids anymore. Sowieso, jullie dachten dat het al gedaan was met mij. Hell no, motherfuckers. Great Ball, Sonia, Rottenbike, Rockruff, Perlian, Nikit, Sizzle Pete, Athena, Lipari, what the fuck? Gold suspicion footing. Okay. Let me say, hey, we want some poos, hey, that is need to Charizard, hey, they need to Charizard, crazy card though, that's all sick though, suspicious footed, gold card, that's a big pool, mijn mama vroeg net of jullie doof waren, zijn jullie doof, ik denk het niet man, let's go, a gold card. Let's go! En het is de enige goldcard van die set. But still, we hebben de Charizard nodig, man. We hebben wel goede pools, though. We hebben hier zieke pools. Fire Energy? Oké. Hop. Beedrill, tot nu toe is deze pack opening wel echt insane, hoor. We hebben zieke pools. Carvana. Potion. Vulpix. Machop. Rocky Roly. Pierce. En op het einde... De ene pool. What the fuck? De ene zieke pool naar de andere. Alcremie V-Max. Wat zijn deze pools? Wat zijn deze pools, man? Wat een vette kaart, man. Ik zit nog niet eens in het derde. Van alles wat we hebben gepoeld. We zijn net begonnen met deze opening. Wat? We hebben... Gold card, Suspicious Foot in. Galarian Cursola V. Dreadnought V. Wailord V. Duraludon V. Umbreon GX. Holo Lucario. Japanse rat. En Alcremie V-Max. Like, why, yo? Hey, thanks voor die 5 gifted subs, man. Gerrit Blobvis. Dit is waarschijnlijk mijn beste pack opening tot nu toe van heel mijn leven. Give me the Charizard. Dit is de kaart die we net gepoeld hebben. Joh. Die Alcremie, V-Max, Sharpedo, Pierce, Heatram, Nikit. We kunnen niet blijven goede packs poelen na elkaar, snap je? We kunnen niet zo fucking lucky blijven, keer op keer. Soms moet er een keer een semi-pack tussen zitten. Holo Altaria. Dat is onze allereerste dubbel. De allereerste dubbel van al de packs. Dat is ziek. Dat is waarschijnlijk een record. Er heeft waarschijnlijk nog nooit iemand zoveel packs Champions Path open gedaan naar elkaar zonder een dubbel te trekken. Op 10 packs hadden we 7 zieke kaarten. Dat is insane. Let's go. Lightning Energy. Yo, Gerrit. Thanks voor die 15 gifted subs, man. Een broer. We hebben hier Milo. Great Ball. Absol. Carvana. Potion. Rockruff. Het bange hondje. Weedle. Swablu. Turfield Stadium. En op het einde... A Galarian Obstagoon. Deze hebben we ook nog niet gepoeld. Ik heb deze ook in een andere versie, man. We hebben deze in 2 verschillende versies.
Ik weet niet welke dat ik cooler vind. Hij is wel ziek hoor. Moet kijken hoe hij hierop kijkt, man. Hey, yo. Faka Eddie. Thanks voor die 2 euro, man. En Gerrit de Blobvis. Bedankt voor die gifted subs, bro. Galarian op Stagoon. Oh, Rotombike. Machoke. Beedrill. Weedle. Swablu. Kakuna. Pokémon Ball. Machop. Suspicious Food Tin. En dat is die. We hebben die in Goldcar. Amazing. Suspicious Food Tin op het einde. Aware Holo Altaria. En dan trekken we het dubbel en dan is twee keer dezelfde kaart. Dan is twee keer dezelfde. Legend. We hebben hier Milo. Turfield Stadium. Beedrill. Galarian Zigzagoon. Scraggy. Rockruff. De mooie Vulpix kaart. Galarian Linoon. Arbo, als je dit omdraait, dan staat er Cobra. Ja, man. The more you know. En op het einde, Galarian Obstagoon. Sad. We zitten even in een moeilijke tijd, man. We moeten even door de weak pools. Maar we kunnen niet klagen. We hebben dikke pools, maar we moeten even door de weak pools, man. Chill down. We chillen. 1, 2, 3. Fire energy. Elke keer als ik deze pool skip, mijn hart even gewoon een slag, man. Even zo. Skip die gewoon een beat. We moeten die Charizard zijn. Arbrok. We krijgen je als je deze naam omdraait. Inderdaad, man. Cobra. Dus BD. Machoke. Purleon. Ekans. Hey, als je deze omdraait, staat er Snake. Het is dan ook de vorige evolutie van Cobra. Ja, man. De Potion. De mooie Vulpix. Inkay. Machoke. En op het einde hebben wij... Oeh! Venusaur V. Let's get it. Oh, this is nice. This hadden we ook nog niet. We hebben nog een eindubbel. Van al de rares hebben we nog een eindubbel. Oh, dat is cool. Ik denk dat ik ze bijna allemaal heb, man. Als ik ze optel met de kaarten van de vorige keer. Woeh. Venusaur V. Oké. Okay. Elke keer als ik zo iets zwart zie zitten aan de achterkant. Altijd bij die laatste kaart. Als ik die laatste verschuif, dan zie ik zo iets zitten. En dan denk ik elke keer... Woeh. Venusaur V, man. Let's go. Bij de rares. Thank you. Deze guy sukte ook aan, man. Ik weet niet wie daar Sword and Shield gespeeld heeft, maar de slechtste fucking tegenstander in alle games ooit. Deze guy had de definitie van trash, man. En de definitie van cringe. Beedrill. Rotom Phone. Check. Ik zie iets aan de achterkant. Ik zie iets blinken, joh. Vulpix. Inkay, Pokeball, Sizzlepeed, Fire Energy, Holo G, als hij hier achter zit. Oké. Lucario V, dik. Dit wou ik ook. Oké. Nog steeds geen dubbel. Ik denk dat we serieus bijna elke V, heel deze set gepoeld hebben. Elke normale V. Ik denk serieus dat we ze bijna allemaal hebben, man. Dat we ze bijna allemaal hebben. Lucario is inderdaad, ik zei ook dat ik deze wou, hè. Sick. Ze kunnen me niet blijven rippen met deze. Hoe mooi zou het zijn als je deze trekt. Die Holo Fire Energy. En dan daarna zit er zo'n fucking Charizard, man, bro. Bro. We zitten hier even in een big focus. We kunnen high focus verliezen nu. Dit is sowieso al de beste pack opening tot nu toe. Ik heb nog nooit zoveel rares gepoeld als in deze. Sick. Ah, sick. En daar is Arbok weer. De Cobra. Hop. Pierce. Hatena. Full Heal. Scraggy. Purleon. Machop. Santiscorch. En op het einde... Professor's Research. We hebben deze ook nog niet, man. Dat is wel cool. Ik weet dat die holo trainers zijn meestal wel... cash waard. Big thing. Cool. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nog 12 packs. Daar ga je een Charizard, man. Ik weet niet eens... Heb ik dit al gedaan? Oh, en dan trekken we... Oké. Galarian Cursola V, en deze is anders. Wat? Is dit een rainbow? Check, dit is dezelfde kaart. Galarian Cursola V. Wat is er net gebeurd? Ik pull gewoon de kaart eruit. Het is iets nice. Het is een full art. Cute monster, okay. You're pretty. Pretty bad. Yes. Yeah, let's go. Misschien moet ik hetzelfde doen als Royalistic.
Gewoon zeggen, yo, jullie kunnen inzetten per pack. Of ik een V ga poelen of niet. En dan verdubbel ik je geld. You can do it right now. Dat is bullshit, hè. Niet doen, dat is een grapje. Stel je voor, er zijn mensen die hetzelfde geloven. Kijk eens onder dat hoopje onder je scherm. Nee, ik denk het niet. Anders zou ik die wel zien liggen. 1, 2, 3. Let's go. Let's go. Psychic energy. Sharpedo. Pokémon Center Lady. Turfield. Trubbish. Full Heal. Sizzlepete. Purleon. Ekans. Marnie. En op het einde. Marnie. De dubbel. De dubbel. Maar wat deze wel ook niet. Ik ben echt goed aan het doen met dubbels, man. Op Vies hebben we nog geen één dubbel. We hebben al één secret rare. Één full art. En voor de rest is een stuk of fucking 8 Vies of zo. Dit is een goede opening. Maar deze opening is pas complete als we de legendary. Ik zweer het. I need it now. Ik lieg niet. Deze pack. Er hangt een luchtje aan. Er hangt een stinkluchtje aan deze man. Maumar. Machoke. Carvana. Potion. Rockruff. Weedle. Swablu. Inkay. Het was daarom dat ik zei dat het een stinkpack was, man. Er helemaal niks in zit. Het ruikt inderdaad naar poep. Maar mijn geheugen zegt wel dat ik... Ik heb het juist gezegd, man. Geheugen. Ik zweer het. Als je nu die hekjes dropt... Ik zie iets blink. Voor... Fuck you. Ik zie iets blinken, ja. Dit is precies waar ik het over had. Zie je die shine? Zie je... Oh, stel scherp. Zie jullie het? Dat is de hele hype, toch? Dat is waarvoor dat je het doet, toch? En meestal zie ik ze dan, maar jullie zien dat niet op die camera, omdat die camera zo op een speciale angle zit, man. Dus heb je dit is waar... Let's go! Full Heal. Scraggy. Ekans. Kakuna. Vulpix. Upside Down. Incineroar V. Het is wel een die we nog niet hebben, het is wel een harde kaart, toch? I like this. Maar het is geen cherry. Weer een die we nog niet hebben. Bro, we gaan heel deze collection completen, man. Incineroar V. We hebben nog geen dubbels. Van deze hebben we gewoon nog geen dubbels. We hebben er niet meer zoveel, hoor. De mensen die denken dat ik nog 1000 packs heb, het is bijna gedaan. Ik ben recht doorgevlogen. Please, God. Sharpedo, Hyper Potion, Hutterne, Scraggy, Rayquaza, Nickit, Ekans, Carvana. NOOOOO! What the fuck? Holy shit! Wajo! Oh shit! Wow! Oh shit, oh shit, oh shit! Oh shit! We did it! Rainbow Rare! Charizard V-Max! Wow, yo! Ik heb mijn stoel kapot gemaakt. Door een rot... No! Wow, yo! Wow, yo! Shit! Oh, fuck. Get in the sleeve, man. Get in. Wow! Je wijzer! Een rainbow rare! Rainbow rare! Wow! Oeh, doe dit! Ah!
Oh shit. We did it, man. Ik zag al iets rainbow aan de achterkant van dit pack. Ik dacht al van no way. Oh my fucking god, man. Wat een zieke pack opening is dit, man. Wat voor zieke shit hebben wij gepoeld. I'm crying. Oh, fuck. Wauw, joh. Ik zag dat de rainbow was. Maar snap je dan, er zijn nog altijd fucking veel rainbows in deze set en... Die andere is veel grotere kans dat je een andere rainbow pakt dan die Charizard. Dus ik slide. En op het moment dat ik aan het sliden ben, zie ik die twee dikke benen en die buik. En ik denk echt van, no way. Je hebt al meer dan 3000 packs. Nee, man. Wajo. Ik had 30 packs deze keer. Slizzlepete. Purrleyan. Scraggy. Pokeball. Linoon. Pokémon Center Lady. En op het einde... Holo Lickrarok. Wajo. Dit is de laatste pack. Mijn ma is echt fucking boos. Mijn ma is echt. Ze zei dat ik weer bij mijn pa moest gaan wonen en zo. Dus ze bent dat niet, maar... Snap je, dat is zo de laatste trade als ik te luid geweest ben. Dus... ik moet niet vragen naar om een pakketje open te doen. Oh, stel je voor inderdaad. Stel je voor dat ik nu... Die shiny Charizard pack. Stel je voor. Imagine. We hebben 12 uur energy, though. Laatste pack. Pokémon Center Lady. Turffield Stadium. Hop. Pokeball. Slizzlepete. Zigzagoon. Scraggy. Ik zie het zwart. Er zit iets zwart. Malamar. Op het einde. De laatste kaart van deze pack opening. Goed, maar deze heb ik al. Dreadnought V-Max. Deze had ik in de vorige pack opening gepakt. Wat een zieke fucking opening. Ik zei altijd dat ik zo een beetje unlucky was. Hè? Dat ik zo gewoon... Ga je een zieke kaart. Deze keer was het insane. We hebben in totaal 40 packs opgemaakt. 40 packs. En we hebben zo'n zieke shit gepoeld. Dreadnought V-Max. Incineroar V. Galarian Cursola V Full Art. Venusaur V, Lucario Holo, Umbreon GX, Drellion V, Wailord V, Dreadnought V, Lucario V, Galarian Cursola V. Port donated 1 euro, help port. Suspicious Food Tin, Deadnet, denk ik, Japanese, Alcremie V-Max, en dan... Rainbow Rare Charizard V-Max. What the fuck? Kijk, onder de fighting energy op je Switch. Nee, daar liggen er gewoon Japanese holos. En hij is zo mooi. Hij is zo mooi in het midden. Ja, ik denk dat ik nu familieproblemen moet oplossen. Ik denk serieus dat ik in de shit zit thuis. Dat mijn ma echt boos is. We did it, motherfuckers. Woehoe! Langs om te kijken. Dat is een zieke fucking pack opening. Shout out naar iedereen die erbij was op de livestream. Insane. Sick. Ziekste opening. Via all my life. Never done before. Dit is... Ik heb nog nooit zoveel zieke kaarten gepoeld naar elkaar. Ik dacht op een bepaald moment, ik heb al te veel geluk gehad. Als ik nu nog die Charizard pack, dat kan gewoon niet. We did it. Bedankt om te kijken naar deze video, man. Joejoe.